11 mei, we hebben een weekje geleden, heb ik jullie een klein videootje laten zien van de nieuwe kast, de Leenskast. Het is een horizontale kast met diepe ramen, ik laat ze zo zien. En toen waren ze net begonnen met bouwen en de koningin ook net begonnen met leggen. Dus zijn we nog geen week verder, even kijken hoe het er nu voor staat. Normaal altijd even een kapje op. Maar voor nu praat het wel zo makkelijk even zonder kapje. We gebruiken een katoenen doek. Je ziet dat ze propulseren, ze gelijk die gaten dicht. Dus dat willen ze ook echt afsluiten. Dus bijen vinden dat heel fijn om dat afgesloten te hebben. Dat is het voerbakje, die haal ik er even uit. En dan gaan we naar het eerste raam kijken. Het eerste raam is een raam wat ze zelf mogen bouwen. Dus hebben ze een klein stukje kunstraat gekregen om ze op weg te helpen. En daarna zijn ze zelf aan het bouwen geslagen. Nou, je kijkt er bijna doorheen. Zo dun is dat raad aan de onderkant. Maar het wordt op den duur dikker als ze het in gebruik hebben. Want elk bijtje wat erin geboren wordt, die laat een kokonnetje achter. De bijen verpoppen zich. En dat poponnetje, poponnetje, dat blijft achter. Nou, hier zien we een raampje met in het midden broed. Daar zie je allemaal larfjes liggen. Bovenin zie je eitjes liggen. Dus ze is eigenlijk in het midden begonnen met leggen en toen is ze naar buiten gewerkt. De koningin legt altijd in ronde cirkels. Dus ze is hier begonnen met de eerste broedcirkel, tweede broedcirkel en misschien al wel de derde rondgang, noemen we dat dan. Ik verwacht eigenlijk dat dit twee rondgangen waren. Dan gaan we naar het middelste raam, heel typisch. De koningin begint bijna altijd in het midden met leggen, dus ik verwacht hier iets meer broed. En jawel, hier zie je al gesloten broed, dus die zijn echt al een week ouder. Dat broed. En in het midden is dat gesloten broed ook allemaal belegd nu. Hier zien we larfjes liggen. Mooie grote larven. Die zie je misschien nog wel op de camera. Die staan op het punt om zich te gaan strekken. En dan worden de celletjes verdekt door de bijen. Dan wordt het een strekmade. En die made die gaat zich verpoppen. Ook hier een prachtig broednest. Ook duidelijk vanuit het midden opgebouwd. En dan zijn we alweer bij het vierde raam. Hier trouwens heel leuk om te zien. Hele mooie donkerrode stuifmeel. Pollen wou ik zeggen, maar stuifmeel. Van de paardenkastanje, van de rode paardenkastanje. En hier zie je ook een bij met datzelfde stuifmeel aan zijn pootjes. Dat heeft hij dus opgehaald bij de rode paardenkastanje. Hier zie je mooi de drie druppels die ze aan het bouwen zijn. Ze zijn drie bouwtroepen bezig. En hier hebben we de koningin even niet gezien, maar ze is te duidelijk. Hè? Het broednest is duidelijk aanwezig. Ik heb ook niet opgelet of ik haar zag. Ik zoek eigenlijk nooit naar de koningin. Als we de eitjes zien, dan weten we dat ze het is. We sluiten de boel weer af. Er zit een beetje voer in de kas. Nog even één keer checken. Ja, er zit voldoende voer in de kas. Dus ik ga ze niet meer voeren. Ze mogen het nu zelf gaan doen. Hoewel het volle toch erg zwak is, hè. Erg weinig bijen in de kast. Ik denk dat als je nu zou gaan tellen dat je op een verhouding zit van ongeveer 3 broedcellen op 1 bij. Dus 1 bij verzorgt 3 broedcellen. Dat is eigenlijk het maximale wat ze kunnen doen. Dan rekken ze echt hun krachten rekken ze op om dat voor elkaar te krijgen. Maar als dan die 3 broedcellen uitkomen, dan heb je eigenlijk 3 keer zoveel bijen in de kast dan voorheen. En dan komt zo'n volk echt tot ontwikkeling. En dan kan ook een koningin pas haar echte legcapaciteit laten zien. Want zonder bijen die haar broed kunnen verzorgen, kan ze gewoon niet meer eitjes leggen dan wat dat volk aan kan. Dus vaak geven we een koningin de schuld. Een zwak volk, te weinig eitjes. Maar als je een bijenvolk wil versterken, moet je geen broed geven, maar moet je ze bijen geven. De koningin die legt wel. Tot zover. Tot de volgende.